En de ex-minister van Binnenlandse Zaken en ex-waarnemend minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, Mike Noor Salim, was zijn handen in onschuld in de zaak Cultuurtuin, waarbij net op het nippertje gronden zijn uitgereikt aan derden. De uitgifte van de gronden heeft veel stof doen opwaaien. En vooral milieuorganisaties vinden dit onethisch, omdat Cultuurtuin bekend staat als het enige natuurpark van Paramaribo. Volgens Noor Salim is na onderzoek gebleken dat het gebied domeingrond is en dat er juridisch dus niets mis is met de uitgifte. We zien dat er ook in die rapportage wordt aangegeven dat het perceelland waarover u praat bebost is. Heel wat zaken worden opgenoemd, waar hij gelokaliseerd is, tussen wie en waar, waarvan Glis hij ingeschreven staat. En het eindigt met, de grond is derhalve niet geregistreerd en vrij domein. Dus ik heb sowieso in het dossier wat de directeur me gaf, in de gesprekken met de directeur, met de technische mensen, met de juristen, heb ik een dossier gekregen waar er niks vuil aan, geen vultje hangt. Mm-hmm. Foto's. Mm-hmm. Kijk, ziet u die foto's? Ja. En zegt de minister is bos. Mm-hmm. Volgens mij is die auto van grondinspectie zelf. Okay. Kijkt u hier, dit zijn foto's allemaal. Ja? Dit zijn foto's van de cultuur. Ja, en over dat gebied waarover men praat. Mm-hmm. Toch? De ex-minister zegt verder dat in dit specifieke geval het gaat om een collectieve aanvraag vanuit het kabinet van de president. Hij legt uit dat wanneer gronden collectief aangevraagd worden, dit veel sneller wordt afgehandeld. Het gaat om een collectieve aanvraag. Dus het zijn niet individuen die hebben aangevraagd. Het is vanuit één centraal punt. En een collectieve aanvraag kan gebeuren vanuit verschillende manieren. Het ministerie zelf zegt, hey, vandaag gaan we dit gebied verkavelen voor alle werkers van hier, van het ministerie. Wat is gebeurd ook in het verleden. Alle mensen die op het ministerie zelf zitten, een heleboel, die hebben door de jaren heen in projecten hebben ze meegeleefd. Dat gebeurt collectief. En bij die collectieve heb je dat een landmeter die kaart opmaakt. Dus alles gebeurt echt collectief. Adviezen vanuit dingen komen voor dat hele gebied. En dat is gebeurd. Dus dat gaat ook veel sneller. Dat was de ex-minister van Binnenlandse Zaken en ex-waarnemend minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, Mike Noor Salim. Hij benadrukt dat de uitgifte van de percelen in de cultuurtuin op een richtige wijze is geschied.